De oplossing is om veel beter vanuit de totale keten te kijken van nou kunnen we het goederenvervoer aansturen. Als we vanuit de hele keten bekijken, kunnen we veel beter gebruik maken van andere modaliteiten. Bijvoorbeeld als distributiecentra die zich in Europa bevinden wat dichter bij het achterland neergezet worden, krijgen we vanzelf dikkere stromen. En die dikkere stromen kan ik makkelijker over water vervoeren. Ketenaanpak is dus het geheim. Beter plannen dus. Beter plannen en beter gebruik van informatie. Een mogelijke oplossing voor ons is niet meer, maar minder. Niet allemaal maar meegaan in de ontwikkeling van meer goederenvervoerstromen, genererende ontwikkelingen, nieuwe bedrijventerreinen op eenmodaal ontsloten locaties. Maar nadrukkelijk minder en met veel meer verstand en toegevoegde waarde. Klinkt mooi, maar is het ook reëel? Absoluut, als we dat willen met z'n allen. Dan is dat zeker reëel. De oplossing is natuurlijk toch zorgen dat de grote infrastructuur in orde komt. Op dit moment is er toch overal files die ontstaan. En de verwachting dat dat door multimodaal opgelost kan worden, heb ik echt niet. Meer asfalt dus, zegt u? Meer asfalt, ook multimodale oplossingen. Dus inderdaad ook binnenvaart en spoorwegen. Maar zeker ook grotere infrastructuurwerken. Het idee waar wij met name ondersteunen is met name de bereikbaarheid van de industrietreinen verbeteren. En dan niet alleen kijken naar multimodale oplossingen zoals kanalen en snelwegen. Maar wat kunnen wij doen met name op het gebied van het verbeteren van het openbaar vervoer. Want we zijn er toch achter gekomen dat veel van de grote industrieterreinen, kijk naar Rietvelde de Futter, kijk naar de Hurk in Eindhoven, dat die eigenlijk niet of nauwelijks bereikbaar zijn met openbaar vervoer. Mevrouw Steffens, de een zegt meer asfalt, de ander zegt meer openbaar vervoer, de derde zegt beter plannen. Hoe nu verder? Nou, het is meer van alles eigenlijk. We moeten al die verschillende kanten van de oplossingen zeg maar verder gaan uitwerken. We hebben nu een heleboel goede initiatieven. Die gaan we zo meteen met z'n allen bespreken in verschillende workshops. En dan gaan we kijken wat nou de beste ideeën zijn waar je het hoogste rendement uithaalt op korte termijn. En die gaan we dan als eerste oppakken. Misschien moeilijk aan te geven, maar wanneer kan ik het eerste resultaat van deze conferentie zien in Brabant? Nou, specifiek van deze conferentie weet ik niet, maar van de visie goederenvervoer, alle projecten daarvan. In ieder geval heel binnenkort wordt in Eindhoven de leerstoel goederenvervoer al ingevuld. Als het goed is november al, dus dat is redelijk snel.